Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik heb er een halve dag op zitten. Het is nu 10:10. Ik moet zo even naar de dokter. En ik kom net van een verloskundige vandaan. Even naar het hartje geluisterd en de bloeddruk gemeten. Dat is allemaal goed. Dit is wat ik aan heb gestreept. Truitje van H&M. En deze broek van ASOS en Vans. Met Panther. En nu ga ik er even heen. Ik ben bij mijn ouders, want dan kan Niels hier even blijven terwijl ik naar de dokter ga. En dan... ja, verder heb ik niet zoveel spannend dit weekend, maar ik neem jullie gewoon weer mee. Ik zit met een... oh, ik heb een rode vlek. Het is geen pukkel zowaar. Ik zit eventjes gewoon lekker binnen terwijl mijn moeder in de tuin met Niels aan het voetballen is. En we gaan zo meteen naar huis. Ik heb broodjes voor on the road. En ja, een relaxte ochtend zo. Even gewoon lekker zitten. Ik heb een tijdschriftje gelezen. Dus dat is prima. En toekijken hoe Niels losgaat. Ik heb het een beetje koud. Ik heb een lap omgedaan. En vanmiddag hebben we verder dus niet zoveel. Zoals ik kijk, maar volgens mij hebben we dit weekend niks. Nee. Dus nou ja, we gaan even iets leuks verzinnen om te doen. Ik weet het nog niet. Misschien zwemmen? Geen idee. We gaan het meemaken. En mijn buik is al zo groot, jongens. Ja, maar wel knus. Er is niks met de Duplo aan het spelen. Vliegtuig, we hebben een huis gebouwd. Oké. Wordt nog een grote beer. Wel een tijger en een leeuw. We gaan dieren zoeken. Nog een auto. Oh, nog een auto. Inmiddels hebben we de mansion uitgebouwd. Pinguïn heeft een glijbaan. Oh. En dan met een kleine carport voor de auto. Ik heb een baby kar. Ik ben bami aan het maken. En wat ik eigenlijk altijd merk, is zeker bij koolsoorten en dat soort dingen, als het te grote stukken zijn, dan vindt Niels het niet lekker. Dus wat ik altijd doe, is het gewoon eventjes... of afhankelijk van wat het is, of even kleiner snijden. Of eventjes kort in de, hoe heet dat, in de staafmixer, nee, hoe heet zo'n ding. Een hakmolen. Zodat het iets minder, dus ik heb het gewoon, zie je, de stukjes zijn gewoon kleiner dan dat ze uit zo'n zak komen. En dan weet ik zeker dat het goed gaat. En ik snap het ook, want kool en zo is best wel stuf. Dus dan heb je zeg maar het zachte van bijvoorbeeld bami en dan heb je zo'n harde ding en ik snap wel dat hij dat lastig vindt. Dus dat doe ik altijd. Dat is een goede tip en ik ben de laatste tijd hieruit aan het koken. Deze. Veggie Kids, ook wel een leuk kookboekje. De taco's zijn hier tot nu toe favoriet, maar dat is niet zo gek met onze kleine Mexicaan. Nou ja, wij gaan zo eten. Sven is thuis. Ik loop weer in mijn lekkere grote konijnentrui. Niels zit even voor de tv, want Sven was er net nog niet. Nou, die is er nu ook niet, want ik was kroephoek vergeten. Dus dat is hij nu nog even halen. Dan gaan we lekker eten. En dan, maar ik zet dus Niels dan als ik in mijn eentje ben en moet koken. En hij is een beetje zo tegen het hangerige aan. Zet ik hem even achter de tv. Als hij lekker aan het spelen is, is hij lekker aan het spelen. Maar, nou goed, dus lekker eten. Ik heb weer een pakketje van ASOS. Dit keer pyjama's. Zwangerschapspyjama's. Deze. In voor de night, roze. Dus dat laat zien. En deze heb ik in twee maten. Dit is een S en ik heb deze in een S en een M. Dit is een t-shirtje. Met roze met rosé gouden print. En dan daaronder een broekje. En dat zit dus lekker onder je buik. Zo even passen. En ondertussen is Niels een haai.
Het is dus Niels verkleed als hij, want dat vindt hij leuk. Dan gaan ze achter elkaar aanrennen. Nu gaan ze zwemmen. Goed. Dit is de andere. Deze heeft lange mouwen. Dit ziet er echt uit als een heel raar model. Maar we gaan er even voor. Er zit een soort nep onderlaagje in een dit broekje. Maar dit is de S en die oogt al vrij ruim. Deze is een beetje aan de korte kant. Het broekje zit heel goed, maar het shirtje is een beetje, je denkt, ja, mijn buik piept er nu al een beetje onderuit. Dus ik denk dat ik dit een maatje groter wil. En dit is de andere. Dit is de S weer. En dit broekje is heel lang, dus ik heb hem één keer naar binnen omgeslagen. En dat shirtje zit verder wel prima. Er zit een soort ondershirt onder. Ik dacht, dat is helemaal leuk als je het er onderuit kan halen, maar dat is niet het geval. Maar deze is prima. Niet heel spectaculair, maar prima. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ga zo naar de sportschool. Ik zit op Niels' kamer, want Niels en Sven zijn daar. Ik heb Sven net wakker gemaakt, die is niet lekker. Dus die heeft geslapen totdat ik ongeveer de deur uit moet. En nou, dan ga ik nog eens even een poging doen tot zoomen. Vorige week was ik natuurlijk ziek, dus heb ik het niet gedaan. Maar ja, ik ga het nu nog een keertje proberen. En ik wil straks de gender review opnemen. Ik weet niet precies of die, zeg maar, voor of nadat ik dit filmpje doe online. Dus dat ga ik even puzzelen en anders kan ik het al klappen. Ja, dus dat. En ik weet dus niet goed wat we vandaag gaan doen, want nou, ik weet niet hoe Sven zich straks voelt. Dus moet ik maar even kijken. En ik heb eigenlijk dezelfde sportoutfit aan als vorige keer. Ik heb alleen nu even een onderwijd vest eroverheen. Gewoon een lang basis grijs shirtje. Gewoon normaal geen zwangerschapsding, maar gewoon wat langer valt. En dan weer deze broek van de Hennes en de Nikes. En op dit is een shirt van, of dit is een vest van, volgens mij Modemus heeft of zo. En er staat achterop, I don't sweat, I sparkle. Dus ik ga naar de sportschool. Ik kreeg net een pakketje binnen van Boozy Shop. En Niels is net wakker, dus ik dacht, ik ga het even rustig op zijn kamer uitpakken met jullie. Yay, here I am, staat er ook. Ik heb, dit is groter dan ik dacht. Ik heb een aantal, wat als het goed is, budget dupes besteld van paletten die ik heel graag wilde proberen. En ik heb dit besteld. En dit is echt een stuk groter dan ik dacht. Ik ben heel benieuwd. Er zitten 21 oogschaduw en highlighter kleuren in. Aspire to inspire. Er komt een vrij grote spiegel in. Het is een kartonnen paletje, maar er zitten echt heel veel kleuren in. Wel, ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ik ga zo even de rest ook laten zien. Dan ga ik even bedenken of ik ergens nog eerst indrukken van ga doen. Of dat ik gewoon ga swatchen. Maar deze was ik heel benieuwd naar, dus ik denk ik ga ervoor. Dit heb ik gewoon gezien en ik vond het er interessant uitzien. Dit is het I Heart Makeup Peach & Glow Highlight Illuminator Duo. Het plaatje en de naam spraken me aan. Het is een soort heel kleine chocoladereepje en dan in perzikkleur. Super plastic. Oh, kijk eens. Even een papiertje op. Nou, deze ga ik... Kijk nou, wat een glans. Zal ik het doen? Ja, het is helemaal geen goed weer ervoor. Oh, maar die glans. Oh, ja. Oh, kijk eens. Ja, je ziet, het is echt geen mooi weer ervoor. Maar ja, oké, deze dus. Ben ik blij mee. En dan zag ik deze. En volgens mij zag ik hem bij Vera Camilla. En dit is het W7 Delicious palet. En zij vergeleken het met het Anastasia Modern Renaissance palet. En daar ben ik al heel lang heel benieuwd naar. Maar vind het super mooie kleuren. Maar het zijn niet kleuren die ik zo snel elke dag zou gebruiken. Dus ik vind dan, het was iets van €55. Dus dat volgens mij vind ik dan net te duur. Maar deze was €9 geloof ik. Dus ik dacht in dat geval. Kijk eens. Dit is het palet. Zit ook weer een spiegel. Het is gewoon een kartonnen doosje. Er zit ook nog een kwastje bij.
Maar het zijn echt prachtige kleuren. Alleen, ja, weet je, zeg maar, dit draag ik nog wel elke dag, zeg maar dit niet. Dus ik vond het dan wel duur om dat dan te doen. Maar ik ben hier heel benieuwd naar. En dan als laatste. Ik weet niet meer waar dit... Nou, oh ja, Huda Beauty. Nou ja, dat is ook helemaal, helemaal een ding tegenwoordig. En ze heeft hele mooie, daar is een hele mooie palet van. En dit schijnt ook een goede dupe te zijn. Het is, dit is allemaal geïnspireerd op de Too Faced Chocolate Bars. Alleen zij zijn er gewoon een paar stappen mee verder gegaan. En volgens mij zien alle iHeart make-up paletten nu ongeveer zo uit als chocolade. Deze dus nu ook. Is ook een chocoladereep. Nou, dit is dan de Rose Gold variant zoals je ziet. Oh, kijk wat een gave kleuren. Ja, dit zijn echt van die kleuren dat je denkt, dit is gewoon heel gaaf om mooie looks mee te maken. Maar ik doe dit gewoon niet elke dag. Maar dit ziet er ook echt fantastisch uit. Kijk, dit is die roze en dit is een rosé gouden. Ik heb zeg maar nu deze twee gedaan. Ja, het is wel gaaf hoor. Ja, dat zijn echt van die kleuren die ik niet dagelijks gebruik. Maar soms in een blije bui wil ik nog eens. Nou, pigment is prima. Het zal natuurlijk niet, het zal niet de kwaliteit zijn van het normale. Hè? Dus niet van de Huda Beauty. Die zijn echt super goed te zijn. Maar weet je, voor deze prijs. Ook gewoon het W7 Delicious palet ga ik ook gewoon even twee van swatchen. Dat zal ik eens doen. Hier zie je ze. Ik heb hier een... Ja, die is wat, hij is wat bruiner op mijn hand dan hier. Maar deze heb ik gedaan en die. Ja, ik ga hier natuurlijk gewoon nog looks mee maken. En die zie je vast wel voorbij komen. En dan deze. Ja, die is in de sale. Dus misschien moet ik die ook maar groot doen. Ik ben er gewoon klaar voor. We gaan het gewoon doen. Wow. Zie je dat? Super highlighty. Dat was ook echt één kleine swatch. Dat was deze. Deze mooie lila kleur. En zal ik dan nog een matte doen? Matten zijn meestal het lastigst om te evenaren. Zeg maar om een goede... Oh. Oh, dit is wel mooi pigment. Dat zie ik nu al. En deze. Op mijn vinger ziet hij beter. Dus ik denk als je hem op je oog aanbrengt dat het nog mooier is. Ik ben hier helemaal blij mee. Ik dacht ik deed het eventjes met je. Ik heb, nou, wat ik al zei, heel lang geen make-up gekocht. Maar ik ga deze paletjes met heel veel plezier gebruiken, denk ik. Sven ziet me al aankomen. Poesje gaf je een poesekus. Knipperde met de ogen. Zo gaan we altijd de straat door bij elk raam ongeveer stoppend. Ja. Ja. We gaan even naar het kruidvat toe. Ja, naar mij. Even tampons daar halen en dan gaan we even samen... wat drinken. Ik zit de tijdschrift te lezen terwijl Niels in de speelhoek zit. Goede verdeling, ik hou hem uiteraard in de gaten. Goedemorgen, het is zondag en ik heb gisteren helemaal niet meer afgesloten. We hebben natuurlijk Wie is de Mol gekeken. En daarna nog, hoe heet dat, Mol Talk. Toen waren we eigenlijk allebei wel redelijk moe. Sven is nog steeds op bed, maar ik heb gezegd dat hij er nu uit moet komen. Het is nu 9 uur. Want we hebben zeg maar een deel van ons beddengoed kan niet in de droger en het is best wel koud, dus ik krijg het anders gewoon niet gedroogd voordat we weer naar bed moeten. Ik heb vandaag dit paletje gebruikt, het Delicious palet. Daar heb ik deze ooglook mee gemaakt. Ik vind het wel heel mooi, het is echt een prima paletje. Ik had eerst het kwastje wat erin zat gebruikt, maar dat was niet zo'n succes, want daar had ik echt mega veel fallout mee. Maar het is een prima look. Het is wat festive voor een zondag, maar ik wil het graag proberen, dus dat. En ik dacht eerst nog wel lekker zwemmen met Niels, maar goed, aangezien Sven nog niet opgeknapt is en ik niet heel veel zin heb om dat in mijn eentje allemaal te doen, gaan we dat niet doen, dus ik weet nog niet zo goed. Ik moet nog even naar de supermarkt vandaag. Ik ben niet zo spannend. Ik kan eens kijken of het Nijntje Museum nog plek heeft. Nou, nog heel weinig. Nou, even over nadenken. Dus ja. Nee. Niels heeft een crackertje te eten, die had alweer honger. Heeft af en toe van die groeispurts of zo, ik weet het niet. En we gaan onze vakantie plannen, want ik mag natuurlijk op een gegeven moment al niet meer vliegen. We wilden eigenlijk met een camper door Amerika, maar ik zie dat nu toch niet zitten. Als ik nu al zo groot ben, hoe voel ik me dan straks? Maar goed, dus we hebben nu een ander plan, gewoon binnen Europa, maar dan wel een beetje rondrijden. Niels is druk bezig.
Goed, dat wil ik dus ook een beetje gaan plannen vandaag. Net even naar de supermarkt geweest. Ik ga even lunchen. Niels even naar mijn ouders, want Sven voelt zich gewoon niet goed. En ik merk gewoon dat als ik de hele tijd met Niels moet slepen, dat mijn lichaam dat ook niet helemaal trekt. Dus hij is super lief als je naar mijn ouders, dan slaapt hij ook eventjes. En dan komt hij, hij eet daar ook en dan komt hij na het eten weer thuis. Ik ga even een opgemaakt video opnemen. En Sven gaat alvast een beetje zoeken voor de vakantie vanuit zijn liggende houding. Ik zei, weet je, hij is er volgende week ook weinig voor het weekend. Dus er moet een keer knopen doorgehakt worden. Want het is al best wel snel. Maar op een gegeven moment mag ik gewoon niet meer vliegen. Ik ga even filmen op Niels' kamer. Dit is trouwens de bak met opgemaakte producten. Hij pelt uit. Wij hebben lekker Tiroler Brussel. Ik was al begonnen. Toen dacht ik, ik moet nog even filmen. Niels ligt op inmiddels op bed. En nu zie ik er zo uit. Ik heb zo'n sheetmasker op. Dit is een bamboe mask of zoiets van Hema. En dat ga ik nu lekker laten intrekken. Want ik heb er hele droog uit. Het ziet er niet uit, maar het voelt wel goed. Ik zit inmiddels in mijn pyjama. Dit is mijn nieuwe ASOS pyjama. Het is gewoon een soort shirtje met een broekje. Van de zwangerschapsvariant. En wij gaan nu, hoe heet het ook weer, kijken? Mindhunter. We zitten nu bij seizoen 1, aflevering 4. En ik ben zelf nog Big Little Lies aan het kijken. Ook wel een vrij heftige serie. Maar dat ga ik natuurlijk niet nu doen. Nu Mindhunter kijken. En dan wil ik graag afsluiten voor vandaag. Ik geloof dat het echt een mega saaie vlog was. Ik weet niet eens of ik een thumbnail fotootje heb genomen. Zo erg is het. Maar dat is het. Ik kan er ook niet zo van doen. Ik volgend weekend gaat Sven met Niels naar Zwolle, geloof ik. Sven die gaat daar naar een voetbalwedstrijd, geloof ik. En dan ga ik denk ik weer door met mijn nesteldrang missie. En zondag hebben we ook nog een borrel. En verder weet ik het echt niet. Oh ja, vrijdag zie ik. Mijn beste vriendinnetje zeg maar, van de basisschool. En mijn huidige beste vriendinnetje. Wij zijn met z'n drieën ook vriendinnetjes. En dat is super bijzonder. Heel leuk. Heel veel zin in. Dus dat is vrijdag nog. Dus ik neem jullie volgende week weer mee. Hoop op een iets leukere vlog. Sven komt nu aangeslopen. We gaan Mindhunter kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week.